Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport nummertje 7. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker door waar we zijn gebleven. Jawel, het komt wel helemaal goed. Goed. We zijn hiermee bezig. We gaan vandaag denk ik één race doen. En daarna weer eens een keer een showcase gaan doen. Daar heb ik ook wel zin. Dus alleen die en dan een showcase. En dan kunnen we de rest, die andere twee, gaan we op zondag doen. Denk ik. Ik zou eens even kijken, hoe laat zijn we er alweer? Want jij lekt natuurlijk weer. Dus. Pauze. Ik zou eens even kijken. We zijn zondag om 6 uur er. Ja. Goed. Nou, ik moet heel even de stream uitzetten. Opnieuw streamen. Hier even in. Dan weet ik dat het precies helemaal goed gaat. Ja. Doorgaan. En dan gaan we weer op haar karren met dat ding. Eerste. Waarom word ik altijd... We hebben 3 rondes. Oh, wacht. Dit is weer deze. Daar kunnen we ook flink gas geven. Doei. Oh, we zitten nu hier. Het was slim bedacht. Maar zo kunnen we er niet beginnen. Nou ja, boeien. Maar het was toch niet de slimste route. Nou moet ik goed, dan hebben we vandaag genoeg gedaan hoor. Deze nog. En dan de showcase. En dan klaar voor vandaag. Dus vandaag bij mij dinsdag. Ik heb 3 afleveringen van Forza Motorsport 7 vandaag opgenomen. Ja, voor jullie is het nu gewoon donderdag. Goed. Waarom ga ik altijd naar die... We gaan het helemaal opnieuw doen. We gaan terug waar we stonden. Waarom dat die probleem is. Als we daar nog op terug. Soms dan ga je fucking ver terug. Waarom? Wat zijn die meer? Hij stot al! Maar als hij stot niet, hij... En wat nou als ik gewoon een beek krijg? Wat gebeurt er dan? Nou, dan zijn we hier. Ik ga hier beginnen. Zie je? Wat is die wagen allemaal aan het doen? Nu hoor ik de hele tijd. Nou goed. Die ander die is ook niet een keer naar rechts gegaan. Nou goed, ik ben nu eerst, we gaan goed door, pa. Niet helemaal eerlijk, maar goed, maak het gebruik. Hij is zo natuurlijk dat ing 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 dit hier. Ik weet ook niet wat het is. Volg die daarvoor dan, natuurlijk. Volgende week moet ook een Nederlands elftal. Ja, en ik heb... Ja. Ja, nee, dat is ook niet. Je moet even kijken, dat volgende week vrijdag moet ik ook een wedstrijd aan doen. Gewoon
De FIFA 19 Ultimate Team die lassen we gewoon af. Moet trouwens ook nog op het bord schrijven. Dan vergeet dat alweer. Ach, ik vergeet zoveel dingen, hè. Zo. Over een maandje ongeveer, dan zijn we misschien een week niet. Ik vind het zeker, want ik ga dan naar Londen. Dan kan ik echt niet opnemen, maar het liefst wil ik eigenlijk heel graag doorgaan. Want ik kan gewoon van tevoren tegen YouTube zeggen, weet je wat, dat ik van tevoren dat ik ga... al die 15 video's ga opnieuw voor je, dat het wel gewoon door kan gaan. Ik weet niet wat het beste is. Weet je wat, als ik dat doe, moet ik zaterdag 6 opnemen. Zondag 6. En dan heb ik alleen nog op de maandag, want ik ga pas in. Doe ik er maar 3 doen en dan ben ik voor de rest van de week klaar. Maar dat is wel heel veel in één binnen 3 dagen. Voor 5 video's. Voor 5 dagen video's. Goed, we zullen zien hoe ik dat ga doen. Maar dat was over een maandje. Ja. Goed, nou. Hij is dit vlak bij mij. Moeten we een beetje doorkarren. Ik ga alweer richting de laatste ronde. Dat is mooi. Dan kunnen we eigenlijk een showcase doen. Dan gaan we dat weer gaan volgen. Dat weet je, voor vandaag. Zondag zijn we natuurlijk gewoon weer om 6 uur. Dus dan hebben we eigenlijk zaterdag even niks. Zondag, dus de 3 jaar jubileum. En dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn we er weer. De hele week er weer. Dus uit. We eigenlijk. Ja. 1 dag. Dus gaat er vanuit dat we dus 11 dagen. In 2 weken hebben we eigenlijk 11 dagen. Dat wij. Video's gaan maken. Dus 3 dagen vrij. En de komende 2 weken eigenlijk. Ja, afgelopen dagen hadden we eigenlijk ook net gedaan. Maar die infovideo moet je eigenlijk niet echt meetellen. Maar om dagelijks video's te maken is te veel. Maar ik vind 5 dagen al best wel veel. Nou ja, 5 dagen is ook lang zat. Kijk, ik had natuurlijk ook gezegd, we doen de vrijdag, maar bijvoorbeeld 2 video's. Of 1 video, dan staat het dan klaar. En ik denk, ja, wat doe je mij nou? Gewoon maandag tot met vrijdag is lang zat. Goed, we zijn de eerste. Helemaal, we zullen denk ik weer wat omhoog. Soms zijn ja. Misschien niet, misschien hebben we wel wat weer punten. 1000 punten in de pocket. Gaan we een showcase doen. En dan vind ik het mooi. Wat is dat nu tot tussenstaan? Hoppa. En ook flink hoor. 2930 hebben we dit. Hé, hey, die nummer 3 is gezakt. 2 plekken omlaag is die gezakt. Die is dan nu eerste. We hebben de... Ik heb hem ingehaald aan hem ook. Goed, we gaan hem hiermee stoppen. Oké, okay, nou. Ben er 2 miljoen. Ik ga kijken of hij een showcase
heb ik ze allemaal gehad. Met mijn sterk. Ja, gehad. Autosportmomenten. Gaat terug naar de jaren 50. Toch ook waar ik niet wil van. Toen deze CVT Cobra eruit ziet, dat hij zo lang is. Dat is het te race in de moderne bands met die zijn team in geld voor gelijkwaardige auto's. Ja, die hebben we een keer gedaan. Maar toen ging mijn accu een keer leeg. Oh ja, dat was toen nog. Laten we die, dat weet ik nog. Nog toen mijn oplader, maar ja, mijn... Oh ja, deze is leeg, maar ik heb deze. Engineering and their technology. Heb ik afgelopen dinsdag was die leeg. En ik heb nu verder niks gedaan dan vandaag die tijd opgenomen. Dus hij is seriously. Nog dik vol. So, you know, dus met deze oplader. Maar deze is volledig vol, daar gaat niks mis. Dat zweer ik. Fun to drive and something goed. That the driver will connect nou, hoe lang zijn we bezig? Oh, je bent erbij. Ja. Goed, ja. Nou. Doe top in de finish top 3. Eerste, tweede of derde worden. Dus we moeten volop er tegenaan. Ja, dat was deze. Oh, ik kan het nog herinneren. 3, 2, 1, go. Hoe ziet de baan er eigenlijk uit? Dat maakt het uit. Pielen! Moet die een stuk langzamer. Ja, dan maak je echt, als je in een hele snelle wagen rijdt en je moet dan in één keer naar zo'n wagen, dat is heel raar. Je gaat me niet daar naartoe brengen, hè? Dat is juist het nadeel. Hoppa, derde. We staan waar we moeten staan. En dan ronde 1 van de 5. Zo. Ja, dat kan best. Scherpste bocht. Die kunt je hebben hier. Gaan we even hem achtervolgen. Niet of dat helemaal mag gaan rijden, maar... Heel soms ben ik GTA 5 ook soms wel. Gewoon van dat schieten hier. Dat is wel zo. Misschien moeten we ook weer een keertje... opnieuw te gaan beginnen. Maar dat wordt denk ik misschien wel na de zomerstop, denk ik. Dat duurt nog een mogelijke tijd, er moet sowieso een tijd overheen. Voordat ik weer GTA 5 helemaal opnieuw kan doen. Want misschien ga ik ooit wel eens GTA 5 opnieuw doen, ooit in de toekomst misschien. Dan weer volledig opnieuw beginnen. Wie weet. Nou ja, wat heb je er eigenlijk aan? Ik wil ook voor mijn oude grafiek moeten kijken. Maar ja, een nieuwe kijker zal dat natuurlijk niet gaan kijken, want hij wil natuurlijk de nieuwste van de nieuwste video kijken. Hè? Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan natuurlijk niet. Hè? Oh ja, en zet ook dat belletje even aan. Het is heel belangrijk voor zondag, want dan kun je de primaire. Kun je dan zien. Wanneer dat hij de première gaat beginnen. Dat is juist heel belangrijk dat je die aanhaalt, want dan kun je alles volgen. Zo. We staan eerste. We kunnen niet naar rechts gaan. Nou, daar komt het wel. Nee, daar zit een hek tussen. Hier zit gewoon een wand tussen.
hier. Het is een rand tussen. Dat is waar, zeg, anders heb je gewoon kunnen afsnijden. Zo. Nou, deze video gaat 20 minuten duren, denk ik. Na deze moeten we nog 3 rondes doen. Zo. Ja, de ronde. We rijden gewoon lekker rustig. Snel van de antwoord. Zo hard moet te rijden. Dit is wel een mooie fijne baan. Die bocht die niet dan hè. Maar die had dus mooi lekker een ruime bocht moeten maar van maken. Dat was het heel fijn. Echt een mooie ruime bocht. En ik vond het ruime bocht. Dan had ik dat gekund. Maar ze moeten het ook natuurlijk niet te makkelijk maken. Hè? Zo. Nog 2 rondes jongens, kom op! Bochtje om. En daar gaan we. Zo. Nee, je hoeft niet op te spoelen. Nergens moeilijk. We rijden hier lekker alleen. Zo. Tot zwan door. Nou ja, soms is het gewoon ook helemaal saai om de hele tijd rechtdoor te gaan. Ja, nou, maakt niet uit dat we daar in het grind te rijden. Laatste ronde zijn we alleen gekomen, jongens.
goed is, als jullie zonder jullie verveelt, jullie kunnen de hele dag video's van mij kijken. De hele dag. Je kunt ze natuurlijk ook later terugkijken, maar ja, als je op die tijd echt klaar zit, dan en je houdt van Forza, dan moet je om 6 uur gaan kijken. Het feest begint om 12 uur. En hoe laat dat zal einde zal niet precies zijn om 6 uur. Maar ik denk dat het om 6:45 uur voorbij is. Ongeveer, want ik weet niet hoe lang dat Forza moet voor afleveringen. En beëindigd, kan ik nu nog niet zeggen. Ik kan natuurlijk nooit van tevoren zeggen, maar ik weet niet hoe lang ik mee bezig ben. Laatste bochtjes en we zijn er. Nou, deze showcase ook gehad. Dan gaan we gewoon zondag twee races nog doen. En dan denk ik ook nog wat showcase. Misschien nog wat niveau lager. Kan natuurlijk ook. En dat we dan de maandag die dins weer volop voor een nieuwe vers pakket voor gaan. Want we gaan iedere doen. Per week doen we één serie meestal. Goed. 1200 punten erbij. Dat scheelt ook weer wat, hè? Zo. Nou, we kunnen gewoon hierop doorgaan klikken, want dat stopt niet. Nou. Bijna die weer 2 miljoen terug gaat. Hoppa, ja. Hoppa, en we hebben de 2 miljoen. Nee, net niet. Oeh. Ik dacht van wel, maar toch niet. Goed. Nou, die wagen die hebben. Oeh, we zijn er bijna. 23. Gaan we 24, 25. Kunnen wij ook weer 5000 bij deze uithalen? Ik weet niet precies hoeveel punten we hebben. Goed, nou, we hebben hier 5000. Dit is iets minder geweest. Maar de rest halen we zo kort. Zeker wat dik die 5000. Goed, we zien elkaar natuurlijk gewoon weer zondag om 6 uur alweer. Ik hoop dat jullie er dan ook zijn. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot zondag dan maar weer, hè, jongens. Mazzel!